Ja? Hallo, goedavond. Ja, ik hoef geen loodjes als je die verkoopt. Maar ik verkoop geen loodjes. Ik ben de onderwijzeres van Mathilda. Ik wil graag met u over haar praten. En natuurlijk ook met uw vrouw. Wat heeft haar waasje alweer in de nesten gewerkt dan? Nee, of, nee, ze heeft zich niet in de nesten gewerkt. Ze doet het juist heel goed. Ik heb juist heel positief nieuws. Zou ik u en mevrouw Wurmhout kunnen spreken? Nou, waar? We zijn even net even een van onze lievelingsprogramma's aan het kijken, dus als u niet erg vindt en... Maar mevrouw meneer Wurmhout, wat vindt u belangrijker? Uw televisieprogramma of uw kind? U zet uw televisieprogramma uit en laat mij even praten. Ze gaat het niet leuk vinden, dus zeg even gewoon snel wat je te zeggen hebt en dan... Schat, we hebben bezoek! Wie is dat? Een van de wagenscholen. Die zit even met Mathilda of zo, weet ik het. Dus, Harry, wat doe je? Ik zit net, kom bij je eten te kijken. Schat, dat waar heb iets te vertellen over Mathilda? Ik weet het niet. Ga lekker zitten, ik ga de tv kijken. Hallo, ik ben Marijke Engel. Ik ben lerares van jullie dochter. Hoe is het meneer weer, mevrouw weer? Ga zitten, waar? Wat is er aan de hand? Zoals u weet, dit was uw dochters eerste schooldag. Zou ik niet weten. Is dat alles? Wilt u weten wat ik hier kom doen? Ja, schiet dat dan. Nou, de leerlingen in mijn klas die leren rekenen en ze leren schrijven. Maar dat moeten ze natuurlijk allemaal nog ontwikkelen. Maar Mathilda kan al lezen, ze kan al rekenen. En als ik haar mag geloven... Nou, ik zou het niet doen. Ik zou het ook niet doen, maar... Maar heeft u dan invloed op haar gehad? Heeft u het haar geleerd? Wat voor je het? Lezen, boeken lezen natuurlijk. Schat, wij lezen de autoweek en de motor, maar ik weet ook niet wat dat kind doet hoor. En ze zit de god gaan ze dag met de neus in de boeken, dus ik zou het wel geloven. Maar staat u daar dan niet versteld van? Mathilda is briljant. Nee, ik sta er niet bepaald versteld van. Zeg wijfie, het gaat niet om de boekenwijsheid, het gaat om het uiterlijk. Daar bereik je veel meer mee, juffrouw Engel. Mijn naam is Engel. Maakt niet uit, kijk nou even naar mij, kijk nou even naar u. Ik heb het goed voor elkaar, mijn zakenmannetje en mijn mooie huisje en alles voor elkaar. Jij moet die rotkinderen het ABC gaan leren. Nou, sorry hoor. Maar dit was niet het enige wat ik wilde vertellen. Mathilda is een wiskundegenie. Ze kan de allermoeilijkste sommen kan ze zo uitrekenen. Schat, waarom al die troep als je gewoon net zo goed een rekenmachine kan gebruiken? Tja, en de vrouw komt toch niet aan de man hoor, als ze kan rekenen. Maar ja, ik weet ook wel, 5 keer 3 is 12 hoor. Hey.
van Mathilda is. Ze loopt al zo ver vooruit op alle leerlingen. Dat kan gewoon niet. En ja, daarom zat ik eigenlijk te denken aan een vorm van privéles of zo. Een privéles, wat doe je dat? En dan, denk je dat baas sowieso geld aan haar gaat uitgeven of zo? En sowieso, dan gaat ze naar de universiteit. Waarom allemaal loopt te zitten? En dan? En dan. Ja, maar als je ziek bent, moet er toch ook een dokter komen? En die heeft toch ook gestudeerd? Of als er een advocaat in het spel is, die moet ook toch gestudeerd hebben? Mevrouw Hemel, schat, gezellig dat je er was, even maar... bedankt voor je komst, mevrouw Temel, met z'n bengel. Nou ja, je bent maar vandoor, maar ik hoop dat je het ook maar verpest. Tot ziens. Doei. Wel geloven dat ze kan lezen hoor. Ja, dat is kut.